Schilderijen aan de muur worden vuil. Er wordt bijvoorbeeld gerookt of gekookt in de kamer. Omaatje vertelt ons hoe we een schilderij op 1, 2, 3 kunnen reinigen. Hiervoor heb je nodig een ajuin en een aardappelmesje, een handdoek en een plumeau. Om gemakkelijk te werken en het schilderij niet door te duwen, leg je het op een dubbel geplooide handdoek. Je verwijdert eerst het stof met een plumeau. Dan neem je het aardappelmesje en snijd je een eerste sneetje van de ajuin. Nu poets je het schilderij met de ajuin. Het kan wel zijn dat je tranende ogen krijgt van dit werkje. Zoals je ziet is dit schilderij behoorlijk vuil. Als de ajuin te vuil wordt, snijd je een volgende sneetje van de ui. Zo kun je netjes verder poetsen. En zo kuis je het volledige schilderij. Klaar is Kees, het schilderij heeft de originele kleuren terug. We onthouden dat je een schilderij makkelijk kan poetsen, het schilderij hiervoor op een handdoek moet liggen en dat je dit doet met een ajuin.